Zo, hallo allemaal. Ik sta hier op de Love & Marriage Beurs. En ik had jullie verteld dat ik een primeur voor jullie in de aanbieding heb. En nu is het zover. Ik ben begonnen met samenwerken met een hele leuke trouwambtenaar. En eigenlijk werkt het wel vaker samen hoor. Maar we dachten we moeten dat toch maar eens wat officiëler maken. Dus we hebben samen een logo ontworpen. De leukste trouwambtenaar. En nu wil je natuurlijk weten, maar wie is het dan? Woehoe, kijk. Daar is ze. En ze maakt het gewoon even bekend in de vlog, hè? Zie je? Ja. Annemarie een topverhaal. Bruning. Ja. Zo ken jij haar wel. Hart van Nederland. Ja, dat klopt inderdaad. Dit is Hart van Nederland met vandaag Carina Roemers. En Annemarie Bruning. Annemarietje. Ja? Wij zijn gewoon gaan samenwerken. Gaan samenwerken. Hey. Maar eigenlijk vorig jaar al, toch? Eigenlijk vorig jaar al. Ja. En zelfs nog iets daarvoor ook al wel. Want we wisselden daarvoor ook al wel wat uit. Ja, dat is waar. En de klik is eigenlijk al ontstaan toen, volgens mij had jij een oproepje geplaatst op Facebook. Ja. Dat jij een leuke trouwambtenaar zocht. Een tweelingzus. Een tweelingzus? Ja. Waar je, nou kijk, zijn we bijna. Nou ja. Hè, bedoel. Niet helemaal, maar we zijn wel allebei een beetje enthousiast en een beetje ADHD. Ja, een beetje ADHD, vrolijk, enthousiast, dat is inderdaad energiek. Energiek. En we worden allebei heel blij van ons werk. Heel blij, ja. Heel blij. Dat is toch wel inderdaad wat ons echt wel bindt. En... Hey, weet je wat het is? Het is gewoon bizar, maar we hebben allebei echt heel veel dubbele aanvragen. Ja. En nu ook, weet je, vandaag op de beurs komen er gewoon 4 mensen voor dezelfde datum. Ja, dat is, en het zijn weer altijd dezelfde data die altijd terugkomen. Ja, ja. En eerst gaf ik al die huwelijken altijd eentje aan Pietje, eentje aan Jantje. Ja. En dan gaf ik dat gewoon door. En dan dacht ik, nou, er komt vanzelf een keer iets leuks voor terug. Maar nee, toen dacht ik, volgens mij kan ik beter een vast maatje zoeken. Waar ik gewoon lekker alles aan kan geven. En als zij dan ook iets leuks heeft, kan ze het aan mij geven. En dat doen we eigenlijk al een jaar. En het gaat echt perfect. Het werkt heel erg goed. Ja, dat werkt heel erg leuk. En inderdaad, we krijgen het van bruidsparen ook wel terug, hè? Ja. Dus ik bijvoorbeeld, vorige week had ik een mailtje gestuurd naar een bruidspaar. Waar jij uiteindelijk door geboekt bent. Ja. En die stuurde ook inderdaad terug. Van, ja, ze is super leuk, heerlijk enthousiast. We gaan met haar FaceTime, worden helemaal blij van haar. Dus weet je, het is ook gewoon echt heel fijn dat je dan gewoon een geslaagde... Dan kun je dat mooi doorzetten en dan weet je gewoon zeker dat het goed komt. Ja. Ik weet zeker, als jij mensen een ceremonie gaat doen, dan is het gewoon topkwaliteit. Dat is het belangrijkste. Dat ben ik bij jou hoor. Yay! Oké, nou ik ben heel blij met je. Ik ook met jou. We gaan even een rondje over de beurs. Ja? Goed plan, gaan we doen. Yes. Ja, fotografen zijn er natuurlijk altijd... EOS is grafisch. Ze is wel heel leuk. Ook hè, ze is echt super leuk. Moet je zien, ze doet het grafisch ontwerp. Ja, het is niet alleen maar fotograaf. Vertel. Nee. Gerke. Nee, niet zomaar alleen maar fotograaf. Maak ook hele leuke dates. Oh, dat is wel heel leuk, ja. Uitnodigingen. Van die leuke ook hele boekjes. Mooie boekjes. Ja, kijk dan. Gewoon een compleet, het complete plaatje. Ja, albums. Het complete plaatje. Gewoon alles. Nou, het ziet er mooi uit, hè? Ja, het ziet er heel mooi uit. Ook een leuke stand. Dankjewel. En ze is dankjewel. Is niet iedere fotograaf leuk? Niet iedere fotograaf is leuk. Niet iedereen is hetzelfde. Nee. Wanneer vind jij een fotograaf echt leuk? Wat moet hij in zich hebben? Passie, enthousiasme. Dat is een beetje cliché natuurlijk, hè, als je het zo vertelt. Oh jeetje, vraag me wat nu zeg. Ja, sommige fotografen die zijn hebben heel veel ervaring. En die zijn ook wat brutaler. Hè? Ja. Die weten precies wat ze willen hebben voor dat perfecte plaatje. Ja. En die geven er ook alles voor. Ja. Maar die zijn dan wat brutaler. En de anderen zijn wat meer bescheiden. Ja. Waar werk jij het liefst mee? Het ligt vooral een beetje aan het stijl. Want ik wil wel een beetje het gevoel hebben dat het stijl er comfortabel bij is. Ja. En soms is bij een brutale fotograaf het stijl natuurlijk niet comfortabel omdat ze heel teruggetrokken zijn. Dus dat verschilt een beetje. Maar ik moet zeggen, inderdaad, waar ik jou aan herken, ook met dat brutale, het is vooral ook wel leuk, denk ik, dat de fotograaf ook gewoon lekker vooral alles doet voor de perfecte plaatjes. Dat betekent als ze dan tegenover elkaar staan voor dat jaarwoord, dat hij toch net even zo doet omdat hij zegt dit is een beter plaatje. Ja, vind ik altijd wel top. Ja? Huh? Ja. Jij niet? Nou ja, ik vind tijdens het jaarwoord moet je eigenlijk niet storen. Maar ik had maar daarvoor bedoel ik, hè? Oh, van tevoren. Ja, dat is goed. Dat is goed. Ja. Ja, nee, niet tijdens het jaarwoord natuurlijk niet. Dan gaat de fotograaf meteen aan de kant. Toch? Jurken. Oh. Het is echt een walhalla. Heb jij al een jurk uitgezocht? Nou, ik dacht misschien eerst een keer een man en dan een keer een jurk. Ja, ik heb een man, maar nog geen jurk. Dus jij bent nog niet eens getrouwd, hè? Nee. Hoe lang zijn jullie nu samen? 11,5 jaar. Goed. Kijk, dit zijn... Studio hoge heren. Dat zijn ook echt hoge heren. Oh.
prachtige plaatjes. Ja, dan zie je ook gewoon gelijk dat het echt een hele vette stand is. Hè? Het is ook een soort plexiglas of glas is het, ja. Waar het op gedrukt is. Dat is echt wel heel mooi. Nou, we hebben dan ook nog... er is zoveel, man. Ik ben nog niet eens hier. Auto's. Oh, daar worden we altijd blij van. Ja. In de vlog, altijd leuk. Is dit wel een beetje jouw type auto? Een Ferrari? Zie ik jou wel in rijden. Zie je ook een Audi? Wat is dit voor Audi? Dat weten jullie vast. Dit is een Audi, ja. Wie helpt ons even, mensen? Wat is dit voor Audi? Oh, kijk, hier kun je geholpen worden met... De... Openingsdans. Het gezellige... Oh, jij een beetje dansen? Ja, ik vind dansen heel leuk. Een groot applaus. Dit kan jij ook wel. Bruidspaar van vanavond. Nou, dit is wel gaaf. Ik heb wel zo'n 20's bruiloft gehad. Dat was echt gek. Deze allemaal die prachtige dansjes. Super, ik ben echt meteen jaloers. Ik kan helemaal niet dansen. Ik heb een ritme gevoel van de koe. Echt. En dat wil ik zien. Dus kun je dat even laten zien? Nou, ik heb mijn heupen. Die doen dat niet, hè. Hoe doen jouw heupen dat zo? Ja. Dat is fantastisch, daar zijn we voor. Ja, ja, dat klopt. Mijn vriend die heeft het niet nodig. Dit zijn de DJ's. Ja, kijk. Voor al je muziekfeesten. De Tropical Bird Event. Unieke designtaart. Dat is wel leuk. Kijk, even spieken hoor. Het is gewoon een taart, hè? Geloof je het al bijna niet? Het is gewoon een taart. Champagne taart. Is dit ook een taart? Nee, toch? Alles wat u ziet. Alles. Dus dit is serieus ook gewoon een taart. Ja. Niet aanraken. Bizar. Ik wilde het bijna aanraken. Zie je dat? Het is echt zo'n aanraaktaart. Maar dat doe je dan niet. Vind je dat wel schat, een aanraaktaart? Nee. Wil je niet even proeven? Zou het lekker zijn? Hoe smaakt het? Taart. De taart. Ik kom zo wel terug en neem gewoon die hele taart. Zo'n klein stukje vind ik niks. Jij wil die hele taart? Nee, ik wil geen klein stukje. Ik wil gewoon alles. Kijk, dit vind ik altijd leuk. Dit vind ik echt super. Ja. Hier maken ze dus een schilderij van jouw feest. Ja. Kijk eens. Is dit niet cool? En dat maken ze dus terwijl ze er zijn. Misschien dat ze het nog wel fine-tunen als ze thuis zijn hoor. Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, kijk, en nu komen we bij ons vriendinnetje. Hey, Annemarie vlogt niet zo vaak, want die gaat gewoon buiten beeld. Echt, jongen, ja. Weet je, ik ben presentatrice van beroep, maar dan ben ik gewend dat iemand die camera vasthoudt. Ja, dat iemand dat voor jou doet. Je bent een beetje lui, bedoel je? Ik ben een beetje lui. Ja, een klein beetje diva-gedrag of zo. Ja. Nee, maar als iemand geen diva is, dan ben jij het wel. Nee, echt niet. Absoluut niet. Nee. Oh, gelukkig. Fotografen en film. Uit Amsterdam. Ja. En ze maakt prachtige foto's. Ja. Jij hebt er al een keer meegemaakt. Nee, ik zie je altijd op een beurs. Ja, we kennen elkaar heel veel. Ik heb er al een keer mogen meemaken. Wow. Ja. Heel erg leuk. Echt prachtige plaatjes. Maar sowieso, daar hadden we het net over. Als fotograaf is het leuk als je echt een leuke persoonlijkheid erbij hebt die hele dag. En als er iemand is die dat heeft, ja. Dan is het Tessa. Ja. Absoluut. Nou, leuk, super. Ja, dankjewel. Ja. Tessa Witvoet. Ja. Hey, dit is ons presentatietheater. Hier hebben wij allebei vandaag een presentatie gegeven. Ja. En dat ging er eigenlijk over hoe creëer je een onvergetelijke en betekenisvolle ceremonie. Ja. Heb je nog even een gouden tip zo tussendoor? Even een gouden tip zo tussendoor. Kies voor ons. Want wij maken echt dat is wel een de beleving. Beste tip. Ja. Dat is echt de beste tip. Wij maken echt een beleving. Ja. En een ceremonie waar je het gewoon jaren later nog over hebt. Ja. En als je bij de gemeente weet ik niet of je dat krijgt. Dat weet je niet. Nee, soms krijg je een ambtenaar toegewezen. Soms mag je zelf iemand uitkiezen. Ja. Maar vaak maak je pas op het allerlaatste moment kennis. En dan hoop je maar dat het leuk wordt. En ik kan me niet voorstellen dat als jij zoveel geld uitgeeft op één dag. Soms wel. Ja, dat je dan het moment waar het om draait. Ja. Dat je daarvan niet zeker weet hoe het zal verlopen. Ja. Ja, dat vind ik onbegrijpelijk. En daarom zijn er gelukkig ook telkens meer bruidsparen die zeggen van ja, wij laten dat niet aan het toeval over. En wij willen gewoon een eigen spreker meenemen. En daar betalen we dan iets meer voor dan in vergelijking met de gemeente. Maar dat hebben we er wel voor over. Ja. Zo is het toch? En wie kan je dan beter kiezen dan de leukste trouwambtenaren? Annemarie Bruning, Carina Roemers. Ja, oh, dit is nog wel even leuk. Hier, Heidi. Heidi. Hier is Heidi. Hallo. Hi. Allemaal. En Heidi is... Weddingplanner. Ja. Weddingplanner voor en eigenares van For Your Moment. For Your Moment. Ja, dus ik help mensen met organiseren van bruiloften. Het kan een complete bruiloft zijn, van het begin tot het eind. Maar ook adviesgesprek of een bepaald onderdeel. Als ze zeggen van nou, hier kom ik even niet uit, daar heb ik eventjes hulp bij nodig. En dan...
doe ik dat heel graag. Ja. Hey, bedankt Heidi. Graag gedaan. We hadden een toffe presentatie, meiden. Ja, leuk? Ja, heel leuk. Mocht het presenteren. Echt, heel leuk, echt hoe jullie zijn. En jouw presentatie zag er ook heel goed uit. En jij hebt mij ook heel lief aangekondigd, zag ik net. Ja. En dus het is echt... merci. Helemaal top. Hey, oké. Okay. Nou, hier... Crystal pads. Ja, hier, kun je haar verwijderd zonder pijn. Heb je dat wel eens geprobeerd? Ja, ik heb zo'n ding ooit gekocht. Dat is een miskoop van het jaar. Nee, dat zeg ik niet. Dat zei ik niet. Bloemenwand. Ja, super vet. Ja. Mooi. Kijk, dan kun je zo een selfie maken. Of een selfie, maar dan kunnen je gasten op de foto met een bloemenwand. Zelf met een bloemenwand. Is het echt? Of je kunt ervoor zitten. Snap. Je kunt er ook voor zitten als stel. Oh ja, als een backdrop voor je wedding, voor je ceremonie. Mooi. Ja. Dat is wel leuk, hè? Ik vind die backdrop sowieso hoor, als dat mooi... Je ziet de meest creatieve voorbij komen, soms maken ze ook wel zelf. Ja. Dat is echt, Ik had deze week ook weer een mooie priëel waar we onder stonden. Ja, dat is echt cool hè. En ook al zo'n cirkel, die vind ik ook altijd wel vet. Zo'n cirkel. Dat heb ik nog nooit gehad. Super vet, dat is mooi jongens. Ja.